Oké, welkom bij Escape Room Designer. We zijn een bouwbedrijf gespecialiseerd in het bouwen van escape rooms. En dan vooral voor cybersecurity of safety doeleinden. Maar we hebben best wel leuke dingen gemaakt in de afgelopen tijd. En ik neem jullie even mee. Dus ik zou zeggen, ga je mee? Hier is ons entree van ons bedrijf. Hier is de ruimte waar studenten zitten. Er is altijd een mogelijkheid om hier stage te lopen. Dus als je iemand kent of weet die graag stage wil lopen bij een heel leuk bedrijf, waar ze ook allemaal creatieve dingen doen, dan zijn ze van harte welkom. Dan neem ik jullie even mee hier naar de administratie. Hier worden alle projecten ingepland en gedaan. Hier hebben we ons planbord, waar de mobiele escape rooms allemaal naartoe gaan. Komen hier ook vaak mensen naartoe om te brainstormen. Laat ik jullie ook even zien. Dit is onze brainstormruimte. Dus hier kunnen we met de klant gaan zitten en kijken wat ze echt willen bereiken met de escape room. En dat doen we dan in deze ruimte. Ik laat jullie ook even het hart van onze onderneming zien. Dat zijn deze bommen die ze vaak... Er is net iemand bij ons langs geweest, Alma. Dan heb ik net een cadeautje gekregen. Dat is ook wel leuk om te zien. Een hele bijzondere Alfa. Oké, we gaan weer verder. Het is ook een bijzonder project. Dit zijn speelkoffers. Ze zijn voormalig gebruikt door de Clinic Lounge. En wij gaan deze nu helemaal transformeren naar escape rooms. En het project is ook speciaal gemaakt voor hotels. Dus het is het idee dat we één hotelkamer om gaan bouwen tot escape room. En dat het hotel, naast dat ze een nieuwe activiteit hebben, ook met de escape room meer geld kunnen verdienen dan met de hotelkamer. En dat is, daar zijn we nu druk mee bezig om dit te lanceren. Oké, neem ik jullie nog even mee naar het Research Lab. Hier doen we de kleine dingetjes op het gebied van computers en dat soort dingen die ingebouwd worden in de escape room. En dan gaan we een stukje verder. Ook belangrijk dat je af en toe even kan relaxen natuurlijk. Dat doen we hier buiten. Dan neem ik jullie mee naar het Experience and Creation Center. Hier staan onze mobiele escape rooms. Die worden ingezet bij bedrijven voor cybersecurity of safety instructies. We zijn nu in het Experience and Creation Center. En hier hebben we een paar opstellingen staan van mobiele escape rooms en virtual reality shows. Dus we gaan weer een stukje verder kijken. Dit is de Cyber Cache. Dit is het ware transport van de toekomst. Hier kan je alles kopen wat je ook op het dark web kan kopen. Dus ben je op zoek naar een andere identiteit? Of wil je zwarte geld inwisselen? Dat kan allemaal bij ons. We voeren ook bitcoins en dat soort zaken. Dus we gaan even binnenkijken. Is wel spannend, denk ik. Hier hebben we een ATM. Hier kan je geld, bitcoins pinnen. Het doel van deze escape room is dat je het alarm uitschakelt. En als je dat voor elkaar krijgt, dan word je bitcoin miljonair. En ja, wie wil dat nou niet? Spelers komen hier van alles tegen. In deze voormalige waardetransportwagen. Dus, Zo, zijn we nu bij de mobiele escape rooms aangekomen. Voor cybersecurity en safety. Ja, misschien ook wel leuk om even binnen te kijken. Wel weer een hele spannende ruimte. Iedere escape room heeft zo zijn eigen verhaal. En dit heeft ook wel een heel bijzonder verhaal. We zijn nu in de trailer van de MIVD, van de Nederlandse Veiligheidsdienst. En deze wordt altijd ingezet voor speciale operaties. En de laatste keer dat die gebruikt is, dat was hier in Den Haag.
waren vier Russische spionnen die hebben geprobeerd het OPCW te hacken. Die zijn op hete daad betrapt. En de hele operatie heeft plaatsgevonden vanuit deze trailer. Dit was het hoofdkwartier van de MIVD. En hier vandaan hebben ze die Russen in de gaten gehouden. De Nederlandse regering heeft ervoor gekozen om die gasten te nemen en te shamen. Het is allemaal in het nieuws terechtgekomen. En ook alle namen van die spionnen zijn bekendgemaakt. Ik kan natuurlijk wel voorstellen dat Poetin daar niet blij mee was. Dus die heeft een van zijn beste spionnen teruggestuurd, en zeker een Natasja. En Natasja, ja, die heeft hier een bom geplaatst. Ja, ik heb natuurlijk gelijk de opruimingsdienst gebeld en hier naartoe laten komen. Maar het is hun niet gelukt om deze bom onschadelijk te maken. Maar misschien lukt het jullie wel om deze bom onschadelijk te maken. Dus kom snel een keertje langs en probeer de juiste code in te voeren. Bom activator. Nou, nu is het spel gestart en er zijn hier allemaal soorten games, daar kan ik natuurlijk niks over vertellen. Maar dat maakt het hier wel heel spannend. Dit is een doolhofspel waarmee je moet samenwerken en communiceren. Hier is een robot game. En al deze games geven hints en aanwijzingen om hem uiteindelijk de bom onschadelijk te maken. Hier is een periscoop. Kijk maar eventjes, dan lijkt het jullie er even doorheen. Ook weer een game. Hier is onze control room, dus vanuit hier houden we jullie goed in de gaten en eventueel kunnen we je ook hier vandaan een hintje geven om door het spel heen te gaan. Oké, okay. Dus dit was de mobiele escape room, speciaal voor cybersecurity of safety doeleinden. En ja, we gaan weer voor verder met het volgende. Hier zijn we bij de speciale game die we gemaakt hebben voor het corona-experiment. Dus dit is een vergaderruimte of een kantine waarin mensen via een game bewust worden van de 1,5 meter afstand. En op deze manier kunnen we mensen helpen om weer veilig naar hun werkplek te gaan. Oké, ik hoop dat je een beetje indruk hebt gekregen van ons bedrijf. Naast dat we professioneel bezig zijn, is het ook leerzaam en leuk. Vind je dit interessant en wil je graag een keertje langskomen? Je bent van harte welkom in ons Experience and Creation Center. En anders kijk je even op onze website www.escaperoomdesigner.nl. Oké, bye bye.